Ja, welkom terug. Ik wil nog wat dingen vertellen. Vanochtend hebben we het concept gehoord, hè, wat de regels zijn, het protocol. We hebben de tool gezien, we hebben er zelf mee ingespeeld. Hè, hoe krijgen we die gegevens erin? En dat levert dan een bepaalde oordeel en veiligheidsoordeel op. Maar je wilt er in feite meer mee. Hè? Wat kan je er nog meer mee? Hè? En waar zou je op moeten letten? Dat is hetgeen waar we vanmiddag mee beginnen. Dus hoe ga je het werkelijk gebruiken? Daar hebben we een aantal onderwerpen bij die wij bedacht hebben van, dat is handig om te weten bij het gebruik van de tool. Er zijn een aantal vragen al gesteld. Het is ook de bedoeling dat jullie met vragen komen van, dit zit me nog niet lekker, of hier wil ik meer van weten. Dat jullie, nadat ik dit rijtje heb besproken, met die vragen komen. Nou, dan hebben jullie dus de gelegenheid gehad om ook jullie vragen te stellen. Weten we in feite dan alles, zo'n beetje van assemblage tool. Dan hebben we nog een tweede case. Dan gaan we echt de diepte in de zin van de diepte in het zelf doen van de assemblage. Dus testen of dat dan werkt. Ik begin dus eerst met het Ferdinand noemde dat rafelrandjes, algemene aspecten die van belang zijn om rekening mee te houden. Te beginnen met toetsspoorgroep 3. Mieke gaf vanochtend ook aan van, die toetsspoorgroep 3, die hebben toch net een andere manier van toetsen. Hoe gaan we daarmee om met het assembleren? Toetsspoorgroep 3 zijn in feite de toetssporen die wel semi-probabilistisch worden getoetst. Alleen daar volgt niet een faalkans uit, maar er volgt in feite uit voldoet wel of voldoet niet aan een bepaalde norm. Maar wat we willen hebben is in feite een bepaalde afstand tot de normen, een bepaalde mate of het wel of niet voldoet aan de normen. Dus die signaleringswaarde, die ondergrenswaarde. Wat er dus nu gebeurt is dat je bij een bepaalde norm kan bepalen van voldoet het wel of voldoet het niet. Zou je dus willen weten van hoe ver het van de norm af zit, dan zou je dus heel vaak die berekeningen opnieuw bij verschillende normen uit moeten rekenen. Om te bepalen, wat is dan die faalkans? Dat is een behoorlijk bewerkelijke situatie. Om die gigantische inspanning te doen voor de relatief beperkte informatie, hebben we bedacht van, dat willen we eens stroomlijnen. En een ander ding is dat ringtoets ook op dit moment maar één norm kan berekenen. Dat betekent ook als je een tweede norm zou willen, of toetsen aan een tweede norm, dan zou je dus ook een apart ringtoetsproject moeten starten waar je dus een andere norm invoert. En voor één van de, of alle drie de toetssporen, groep 3 toetssporen, dat je daar een andere norm invult. Wat is het voorstel dan? Een voorstel om dat efficiënt op te pakken is om van de toetssporen groepen 3 alle vakken te toetsen aan de signaleringswaarde. Als dat het geval is, dan zou dat voldoen aan categorie 2 op vakniveau. Dus dan voldoet in principe de betreffende vak. De vakken die niet voldoen, die zouden we dan verder kunnen toetsen. Dat betekent dus dat je daar een apart in ringtoets een aparte project aan moet maken. Daar toetsen we aan de norm die behoort bij categorie 4, dus in principe de ondergrens. En als we dat gedaan hebben, dan weten we van een deel zal daaraan voldoen. Die komt dan in het grijze gebied. En een deel zal zeker weten niet voldoende zijn, want die norm is namelijk zodanig dat je, als die niet voldoet, ook niet voldoet op trajectnormniveau. Op deze manier kunnen we in twee berekeningslagen toch bij deze toetsporen iets van nuance erin krijgen. En dan is het afhankelijk van de keuze verder toetsen of niet, of je nog nader in wil gaan. En daar gaan we zo meteen bij de case ook naar kijken. Is dit helder? Is dit nou iets wat voorgeschreven is? Of is het gewoon een methode om... Het is niet voorgeschreven, want anders stond het al in bijlage 3. Het is een situatie zoals dat
nou ja, nu met het instrumentarium is. En dit is wel een voorbeeld wat in het voorbeeldenboek komt te staan. Van, nou, wat is een praktische werkwijze om toch tot, tot een afstand tot de norm te komen bij deze toetsporen, gezien het feit dat het instrumentarium nou, op een bepaalde manier in elkaar zit, wat niet voor deze toetsporen optimaal is. En het kan best zijn als we, nou ja, misschien verder is, als het makkelijker is, ja, dan zal ook waarschijnlijk de behoefte zijn van, ik wil toch preciezer weten. Dan kan dat altijd. Het kan nu ook altijd, alleen het kost je behoorlijk wat moeite. En dan is het even de vraag van, gaan we dat op die manier nu voor alle normen al uitrekenen? Of doen we deze eerste, deze werkwijze en bepalen we later, dus als we het resultaat zien, van, welke stappen nemen we nog meer en hoe onderbouwen we dat? Dus dit als basis naar het geheel. Ik heb een vraag. Ja. Bij het toetsspoor tuinafslag, daar hoorden we helemaal in het begin van dat daar waarschijnlijk grote kans hebt dat je signaleringswaarde dezelfde is als de ondergrens. Dus dan kan je dat dus, dat verschil er niet meer in krijgen. Nou, het grijsgebied, zo begin je in feite de eerste stap te doen. Dan weet je gelijk aan welke kant van de lijn je valt. Ja, oké. Het is wel zo als je bijvoorbeeld, hier staat ook categorie 2, hè? Categorie 2 is in principe de, ik weet niet helemaal hoe het bij duinen zit, maar dat is volgens mij de vakeis, toch? Als ik kijk even naar Ferdinand. En categorie 4 is natuurlijk de trajecteis, dus daar zit wel natuurlijk verschil in. Maar hij zal nooit in een grijs gebied vallen. Dat is een beetje achterkant, maar zo'n categorie 4 vak. Ja, maar precies, dat klopt. Alleen de norm of de eis die daarbij hoort, is gelijk aan het traject. Dus het klopt, daar zijn de... Dat is dat verhaal van vanochtend. Dat je bij de goedkeurcategorie de extra strenge eis stelt. Dus echt een vakniveau, dus met rekening houden van het lengteffect. Terwijl met de afkeurcategorieën juist de coulant zijn. Die dus eigenlijk gelijk is aan de eis die je over het tweede niveau stelt. En we maken het onderscheiden in die Romeinse tekens en die hoofdletters, om te bepalen of dat bij een vak hoort of bij een heel traject. En nou ja, gekozen is dus om die eisen gelijk aan elkaar te stellen. Volgende ontwerp, kunstwerken. Kunstwerken is een assemblage tool, zijn gedefinieerd als locaties. Dus bij dijken en dijkstrekkingen gaat het om vakken. Nou, bij kunstwerken is er gekozen, ook kijkend naar het verleden, vanuit de VNK en dergelijke, om locaties aan te geven. En daarvan is het van belang dus, dat je per kunstwerk een bepaalde locatie in feite opgeeft. En dat je dus kunstwerken die je in verschillende kunstwerktoetsporen toetst, dat je ze ook dezelfde locatie aangeeft. Dus stel dat een kunstwerk op 1,4 kilometer ligt. En je toetst hem zowel voor hoogte als voor betrouwbaarheid sluiten. Dan moeten ze bij beide 1,4 staan. Want dat hebben we natuurlijk nodig om later weer te kunnen combineren. Nou, een bijzondere kunstwerkspoor is sterkte en stabiliteit langs constructies. Nou, ik kan je voorstellen dat is in principe geen punt of geen één locatie. Dat zijn meer strekkingen. Maar ook dat is nu alsnog gedefinieerd als locatie. Dus daar zou je dan even op moeten letten dat je voor elk dwarsdoorsnede bijvoorbeeld een locatie aangeeft. En dat die dwarsdoorsnede, als je hem niet wil combineren met andere toetsporen, dus ook een andere kilometrering meegeeft. Dat is even een aandachtspuntje. Dus dan bedoel je, als je een muur hebt van 200 meter, dan geef je bijvoorbeeld 2 of 3 locaties als punt? Als je 2 of 3 locaties inderdaad, als 2 of 3 locaties aparte doorsnedes berekent, zou je dat inderdaad 2 of 3 locaties moeten geven. En als er toevallig dan ook een ander kunstwerk aanwezig is, geef dan niet dezelfde kilometrering op, want dan gaat hij dat later combineren, terwijl je dan echt appels met peren aan het combineren bent. Dat is even een aandachtspunt, gewoon omdat het op deze manier is opgebouwd in de assemblage tool. Een muur hebt, een coupure en weer een muur, dan heb je dus eigenlijk 3 kunstwerken die je moet ze op 3 verschillende plekjes assembleren. Ja, en als je bij de betreffende muur ook nog iets van een duikgrip of iets dergelijks, wat je afhankelijk van hoe we wat
ook een kunstwerk zou kunnen zijn, geef dan niet dezelfde kilometrie, want dan gaat hij dat later maar combineren. Het maakt niet veel uit als je hem ergens verderop positioneert. Precies. Dat is het feit op neer. Het is een soort workaround dat ze maar niet op dezelfde kilometer zitten. Ja. Oké, helder. Hoe nauwkeurig kan ik die kilometrie dan aangeven? In principe zoveel cijfers achter te komen wat Excel aan kan. Dus je zou in principe, stel dat ze, dan zou je dus 1,4 en die andere 1,401 of 001. Kunstwerken die in 100 meter zitten over 10 kilometer moeten verspreiden. Nee. Maar inderdaad gewoon iedere meter. Het gaat om dat je niet exact dezelfde, want dan gaat hij ze combineren. Ja. En als je ze wel wil combineren, doe dan wel exact hetzelfde. En niet bij een ander toetspoor net iets anders, want dan gaat hij ze later niet meer combineren. Ja. Dus dat is het verhaal. Meerdere tabblaadjes kunstwerken. Ja. Nou, meerdere tabblaadjes kunstwerken. Voor het combineren heb je een apart groen tabblaadje voor de kunstwerken. Want die worden namelijk gecombineerd op locatie in plaats van op vak. Ik zie de logica niet helemaal om langs constructies als een punt op te nemen. Want het zijn, je hebt waarom zou je een stabiliteitsscherm niet als een vak kunnen meenemen? Hier niet. Hier. Het is meer praktischer van aard. Er zijn eerder afspraken geweest om kunstwerken dus allemaal als punt mee te nemen. Dat is bij ringtoets is dat ook aangepast. Maar dat is niet doorgevoerd, zo simpel is het. Het is meer een praktisch. Het is, inhoudelijk is er geen reden voor om dat op die manier te doen. Ik had het idee dat een langsconstructie een waterkerende constructie is. Dus die wordt ook apart behandeld in het WBI. Naast kunstwerken. Dus ik vind de keuze misschien onlogisch, maar ik kan het mij niet. Het gaat om de praktische invulling van hoe we daar omheen kunnen gaan. Om toch die gegevens erin te krijgen. Het zou logischer zijn om. Als nu ringtoets ook alles als vakken definieert, om de kunstwerk ook allemaal als vakken te doen. Kijk naar stabiliteitsschermen. Daar helemaal. Dan gaat het gewoon om een bepaalde lengte. Ja, ja. Maar goed, die keuze is destijds gemaakt en vandaar nu de workaround. Oké, dan de laatste bijzondere groep, dat zijn die indirecte toetsporen. We hebben vanochtend ook al gehad, nou, wat zijn nou die indirecte toetsporen? Het zijn toetsporen die niet direct bijdragen aan het falen van de kering, maar indirect dus wel. Hè. Dus via de directe toetsporen wel. Dus bijvoorbeeld een boom zelf zou dat geen direct gevolgen hebben op de waterveiligheid. Maar via macrostabiliteit, hè, bijvoorbeeld de stabiliteit van de kering, door bijvoorbeeld een ontgronding of door ontgronding en dan bijvoorbeeld in de teen als effect op piping, zou dat toch invloed kunnen hebben op de faalkans. Nou, in het hele toetsfilosofie wordt er bekeken of een dergelijke indirecte toetspoor wel of niet de faalkans verwaarloosbaar is, of de kans op optreden verwaarloosbaar is. Is dat het geval, dan hoeven we het helemaal niet mee te nemen. Is dat niet het geval, dan zou de betreffende indirecte toetspoor meegenomen moeten worden in de relevante toetsporen. Dus als we het hebben over een boom, dan kan dat effect hebben op macrostabiliteit. Dan zou je daarin mee moeten nemen. Op piping, als dat bijvoorbeeld een ontgronding kan zijn bij de intreepunt of uittreepunt. En stel dat de boom op de kruin staat, dan heeft het geen effect op piping. Dus hoef je daar weer niet in mee te nemen. Dus op die manier wordt het in rekening gebracht. Hè. In feite verdisconteerd bij de directe mechanismen. Waar als zijnde een scenario, dus met een bepaalde kans van voorkomen. En op die manier, via die directe toetsporen, belandt dat ze in de assemblage toe. Maar dan heb ik nog wel die 20% aan mijn indirecte toetsporen toegekend. Nee. Wat is het getal? Nee, die gaan niet over de indirecte toetsporen. Die gaan over in feite de overige directe toetsporen. De boom zit in indirect, en die verwerk ik dan uiteindelijk in mijn STBI-som. Ja.
als zijn een bepaald scenario met een bepaalde kans van voorkomen. Ja, maar heb ik hem nog niet dubbel? Heb ik hem nog niet en in mijn indirecte en in mijn STBI? Nee, want wat we zeggen, in de indirecte toetsporen nemen we niet mee in de assemblage, dus ook niet in de faalkans, bijvoorbeeld de faalkansbegroting. Je bepaalt eerst, is die relevant? Als die precies relevant is, dan ga je met in je verder scenario's werken, maar in mijn beleving hebben we nu alleen ondergrondscenario's. Hè? Nee, regelscenario's. Ondergrond dus is eigenlijk levert één van de scenario's op. Ja. Ja, oké, maar dit, hè, als je bijvoorbeeld rekening houdt met een ontgronding door een ontwortelde boom, of, hè, dus dat je intredepunt of je uittredepunt verplaatst, dan is dat eigenlijk een soort geometrie-scenario. Ja. En dat neem je dan mee en daar hang je dan ook een percentage van voorkomen. Ja. Oké. Dat is het idee. Maar, en stabiliteit buitenwaarts. Dat is een indirecte toetspoor, als het goed is? Ja, dat is lastig. Ja. Is inderdaad een indirect toetspoor, alleen in deze ronde nemen we mee als zijnde een toetspoor groep 4. Dus wel als direct, maar inderdaad, in theorie zou die dus indirect zijn. Maar we nemen hem in deze ronde dus mee als zijnde direct toetspoor. Ja. Maar Stel, is geen indirect toetspoor in dit verhaal. Maar ik begrijp uit jouw bewoordingen dat men daar nog niet uit is. Hoe men daar mee om wil gaan. In deze toetsronde is het al duidelijk dat we het als direct toetsspoor zullen meenemen. Maar waar ik eigenlijk een beetje mee zit is van stabiliteit buitenwaarts, daar hebben we altijd van gezegd, dat is niet gecorreleerd aan hoogwater. Dus hoe kan je, als je hem zeg maar, indirect toetspoor benoemt, en hoe kan je hem dan meenemen als scenario? Want als je meeneemt als scenario, zeg je impliciet dat het met hoogwater gecorreleerd is. Maar we hebben daarvoor gezegd van, hij is niet gecorreleerd aan hoogwater. Dus hoe ga je daar dan mee om? Of is men daar... Eigenlijk toetsen we de macrostabiliteit buitenwaarts, zoals we dat in het verleden ook getoetst hebben. Daar is in feite geen wijziging in. Er zijn wel wat getallen die gewijzigd zijn. Het is ook wel zo dat we de veiligheidsfactor omrekenen naar een faalkans. Om te komen tot een faalkans, om ook bijvoorbeeld die scenario's mee te kunnen nemen. Maar in feite is het niet anders dan zoals we het in de vorige toetsronde hebben getoetst. Dus het zit ook niet in de faalmechanismeboom. Ja, het heeft niet expliciet een faalkansbegrotings of een faalkansfactor gekregen. Nog andere vragen over de indirecte toetsporen? Dan wil ik nog even meegeven van, ik laat zo meteen ook nog wel zien wat de resultaten zijn, maar die indirecte toetsporen, hè, de directe toetsporen bij een bepaalde invoer, daar krijg je een bepaald toetsoordeel, een bepaalde categorie uit. Dat heb je natuurlijk niet bij indirecte toetsporen, want die assembleren we niet. Daar komen andere soort categorieën uit, hè, om een idee te geven of die wel of niet voldoet of je nog verder moet toetsen. Dus bijvoorbeeld die nog geen oordeel, dat betekent dat je nog niet klaar bent met een indirect toetspoor. Maar het levert uiteindelijk dus geen categorie op, net als de directe categorie op in categorie 1 tot en met 6. Dus dat is even ook nog iets om op te letten. Een ander ding met de indirecte toetsporen is dat je moet die indirecte toetsporen, die doen niet mee met assemblage, maar die moet die wel allemaal getoetst zijn. Dus als je bij een bepaalde toetsing nog niet op voldoende uitkomt, hè, dus nog niet bepaald hebt, is het verwaarloosbaar klein, of we nemen het mee of we disconteren het in een directe toetspoor, dan weet je nog niet wat de invloed is van de betreffende indirecte toetspoor. Ben je daarmee ook nog niet klaar met de totale beoordeling. Dus het kan niet leiden tot een bepaald toetsresultaat. En vandaar dat, stel dat je ergens een bepaald vak hebt in je indirecte toetspoor, waar je nog op onvoldoende uitkomt,
dan ben je eigenlijk nog niet klaar met het beoordelen van de betreffende indirecte toetspoor. Leiding kan toch gewoon op een onderscore, lijkt mij. En dan zou je hem dus, precies, en dan zou je dus het effect dat hij onvoldoende is, dus een bepaalde kans dat hij een bepaalde ontgronding kan veroorzaken, mee moeten nemen in het directe toetspoor. Dat kan dus, als het in de teen zit, voor macrostabiliteit, voor piping, dus voor de relevante directe toetsporen. Dus een leiding kan dan onvoldoende zijn, maar moet dan verder bekeken worden wat voor effect het heeft op de faalkans van de directe toetsporen. Ja? Ja. Oké, dat waren de bijzonderheden bij het assembleren. We hadden vanochtend ook over van gevoeligheidsanalyses. We kunnen beoordelen van, of we kunnen bepalen wat het veiligheidsoordeel is. Maar met zo'n tool kunnen we natuurlijk ook een beetje spelen. Van, als ik bepaalde waardes invul, wat doet dat aan mijn veiligheidsoordeel? Zonder dat ik een heel set aan berekeningen gedaan heb. Ik kan ook wel kijken van, hoe zit dat nou precies? Als je die hele set van berekeningen niet doet, heb je natuurlijk geen directe relatie tussen een bepaalde parameter, een bepaalde sterkteparameter. En je veiligheidsoordeel, maar een bepaald toetsresultaat, de gevoeligheid van je toetsresultaat en je veiligheidsoordeel, dat krijg je wel eruit. En dat geeft hopelijk ook een idee van wat een parameter dan doet voor je veiligheidsoordeel. En of je daar dan wel of niet bepaalde keuzes in moet maken. Wat ga ik bekijken? Een van de gevoeligheidsanalyses van ga ik wel of niet verder toetsen? Ga ik wel of niet verder met de beoordeling? Ander ding is, wat kan je doen voor gevoeligheidsanalyse bij weinig gegevens, onzekerheid en dergelijke? En ook duiding voor je veiligheidsoordeel. Dan kan je ook gevoeligheidsanalyse doen. Van, bij de duiding van je veiligheidsoordeel moet je iets meer meegeven dan alleen de uitkomst. En met een gevoeligheidsanalyse kan je daar een idee van krijgen. Nou, verder toetsen of niet? Wat je zou kunnen doen is vrij snel getallen aanpassen om te kijken van wat doet het veiligheidsoordeel. Wat je ook kan doen bij de toetsporen waar er een faalkans uit wordt berekend. Om te kijken van waar die grenzen nu liggen voor de verschillende categorieën. Daar komt een bepaalde faalkans bij een bepaalde vak uit. En je kan dan al zien van hoe ver zit ik daar vanaf? Zit ik daar een factor 10 vanaf? Zit ik daar een factor 100 vanaf? Ja, factor 100. Dus dan is de vraag van of dat nog voldoende zinvol is om daar naar te kijken. Dat je daar nog een klasse omhoog kan gaan. En hetzelfde geldt voor de grenzen voor de categorieën op trajectniveau bij een bepaalde toetspoor. Dus gecombineerd worden die kansen opgeteld. Nou, waar kom je dan ongeveer uit? Als het een factor 10 is, misschien dat nog wel lukt. Gaat het om een factor 100? Ja, dan is toch even de vraag van, gaat dat wel lukken bij het wijzigen van één vak? Of de uitkomst van één vak? Je kan ook de vakken werkelijk voorzien van een ander getal. Waarbij je een inschatting maakt van zinvol of hoe realistisch is. Is een aanscherping van bijvoorbeeld door grondonderzoek of door verfijning van de schematisatie. Heeft dat wel zin om de schematisatie op wat grondonderzoek in te zetten? Ga ik daar werkelijk een beter oordeel van uit krijgen? Dat kan op basis van op vakniveau, maar ook voor het lengteeffect. Ferdinand heeft vanochtend aangegeven, die lengteeffect je kan op bepaalde manieren meenemen. De startwaarden die erin zitten zijn relatief conservatief. Als je voldoende kan onderbouwen om die lengte verkleinder te krijgen, kan je met de tool spelen van hoe ver zal ik dat moeten wijzigen om daar effect in te krijgen. En is dat reëel? Dat is in feite het vraag elke keer. Is dat reëel voordat je überhaupt je hele onderzoek begint of je hele exercitie begint om dat scherper te krijgen? Als zijn de startwaarden, okay. Wat Ferdinand vanochtend heeft aangegeven, er worden
startwaarde gegeven voor de lengteeffecten voor de verschillende toetsporen. Maar die zijn conservatief. Daar zou je dus scherper in kunnen, onderbouwd kunnen verscherpen. Maar dat is de vraag van of dat voldoende oplevert om bijvoorbeeld tot een ander toetsoordeel te komen. Op vakniveau en dan op trajectniveau. En uiteindelijk als je veiligheidsoordeel. Kun je jou een voorbeeld van geven? Nou, de voorbeelden, wij gaan zo meteen die cases doen. En dan gaan we drie voorbeelden, of vier voorbeelden zelf aan de slag. Iedereen weer... Op trajectniveau kunnen we datzelfde doen. Hè. Er is al eerder gezegd van de faalkansruimte, die zou je kunnen aanpassen. Het is zo dat alle toetsporen waar er een faalkans wordt uitgerekend, en die dus door assemblage gecombineerd wordt, wordt er in feite al rekening mee gehouden met de faalkansruimte. Je hebt gevraagd van, je krijgt per vak krijg je een bepaald toetsoordeel, een bepaald kleurtje. Bij die toetsporen waar je geen faalkans uitrekent, wordt de slechtste... kleur als het ware van de verschillende vakken is dan het kleurtje van de betreffende toetspoor. Maar bij de toetsporen waar je wel een faalkans hebt, hè, die groepen 1 en groep 2, daar worden niet zozeer die kleurtjes meegenomen, maar werkelijk de faalkansen van de verschillende vakken. Die worden opgeteld. Dus het kleurtje per vak die blijft zo staan. Alleen als je het optelt, dan wordt er geen rekening meer gehouden met die kleurtjes, maar houdt het weer rekening met de faalkans in het betreffende vak. En dan worden de faalkansen van de vakken opgeteld om te komen tot een toetspoor faalkans. En die wordt bij het bepalen van het veiligheidsoordeel weer gecombineerd met alle toetsporen waar een faalkans beschikbaar is. En op die manier wordt de ruimte die in de verschillende faalkans of de verschillende toetsporen aanwezig is, wordt dan meegenomen in het assembleren. Dat is ook het hele winst van het probabilistische toetsen als het ware. En het toetsen aan een faalkansnorm. Als we dingen wijzigen aan die faalkansruimtefactor, dan als je daar effect op wil hebben, dan zou je eigenlijk juist niet de toetsporen moeten wijzigen waar er een faalkans wordt uitgerekend. Dus bijvoorbeeld de toetspoor groep 3. En daar is wel van belang dat je, als je dat doet, het wijzigen van die faalkansruimte, dat het eigenlijk behoort tot de toets op maat. En dat je bij die toetspoor groep 3, bij het wijzigen van je faalkansfactor, ook de faalkanseis voor de verschillende categorieën wijzigt. Dat betekent dus dat je je berekening weer opnieuw uit moet rekenen. Dus we hebben net al aangegeven, of ik had al in het begin aangegeven van die toetspoor groep 3. Dat vergt behoorlijk wat inspanning, een werkwijze aangeven om op twee normen de toetsing uit te voeren, om toch die afstand tot de norm te kunnen bepalen. Wijzigt de faalkansruimtefactor van een toetspoor groep 3, dan betekent dat je die exercitie weer opnieuw kan doen, want de eisen veranderen namelijk daardoor. Is het helder? Dan ga ik verder. Je kan ook bij weinig of geen gegevens. We hebben vanochtend een case gedaan waar we nog niet alle toetsporen hadden berekend. Nou, dat zou je dus op die manier kunnen bepalen van wat heb ik bij een setje toetsporen die ik al wel bekeken heb. Bijvoorbeeld de meest kritische toetsporen in een bepaald gebied. Wat levert dan op? Dan kom je toch al tot een oordeel. En je kan dan ook kijken van, als ik daar dan bepaalde inschattingen doe of bepaalde zaken conservatief neem of kijk van hoe gevoelig dat is, geef je wat meer idee wat zulke soort zaken voor invloed hebben op je uiteindelijke veiligheidsoordeel. Om toch de keuze te kunnen bepalen, ga ik verder of ga ik niet? Ga ik informatie inwinnen? Moet ik een bepaalde onzekerheid en een bepaalde parameter nog beter bekijken of niet? Heeft dat invloed? Dat zijn zaken wat je met gevoeligheidsanalyse en met de tool zou kunnen doen. En dat is zo meteen wat we over een half uurtje gaan doen. Als laatste, duiding van de veiligheidsfactor, of de veiligheidsoordeel.
Nou, er komt uit de assemblage toe komt een bepaald veiligheidsoordeel. En steeds de vraag, wat je bij de rapportage, daar gaat Hans op in, wil je daar iets meer over zeggen? Hè? Van, nou ja, waar heeft dat betrekking op? En nou, eigenlijk wil ik weten hoe gevoelig dat is. Peter had vanochtend al gevraagd van een van de dingen die zij bijvoorbeeld wil doen, die norm aanpassen, want dat geeft ook bepaalde informatie. Nou, dat kan nog niet, maar er zijn wel andere zaken waar je naar kan kijken. Hè? Stel dat je een bepaalde vak wat afgekeurd is, hè, of wat sterk onvoldoende is, kan je aangeven van, nou ja, dat heeft een bepaald effect. Hè. Als ik daar een factor 10 hoger zit, kan dat eventueel een positief effect hebben op mijn veiligheidsoordeel, of niet. Dat stukje duiding zou je bij de reportage gewoon mee kunnen geven, zodat we met de reportage en met het totale beeld ideeën hebben van hoe gevoelig dat allemaal is. Wat zegt eigenlijk dat veiligheidsoordeel wat er is berekend? Wil ik het wat betreft gevoeligheidsanalyse even hierbij laten. De assemblage tool zelf betreft een tijdelijke tool. En heeft ook een aantal dingen waar je op moet letten. Hè? Dus niet wat we in het eerste blok bespraken, het assembleren zelf, maar de assemblage tool zelf. Een van de dingen is, je kan maar één traject per sheet, of niet per sheet, per werkboek heet het dan, geloof ik in het Nederlands, assembleren. En ja, in het verleden hebben we bij de generale repetitie wel gezien dat er heel makkelijk van het traject wordt veranderd en dan opnieuw wordt opgeslagen. Nou, dat moet je dus niet doen, want de kans is groot dat er allerlei gegevens blijven staan. En dan is het totaal onduidelijk meer wat je waarop ingevuld en of het wel of niet voldoet. Dus elke keer een nieuwe sheet pakken om daar je assemblage van een bepaald traject op te pakken. En nog een ander ding is de situatie nu met ringtoets en de assemblage tool. Is dat de gegevens in ringtoets zijn, dus de toetsoordelen in ringtoets die geregistreerd worden. Dat die qua naamgeving nog niet helemaal gelijk is aan bijlage 3 en aan de assemblage tool. Daar wordt nog gewerkt aan de factsheet van welke gegevens moet je invullen in ringtoets en in assemblage tool bij een bepaald toetsresultaat, een bepaald toetsoordeel. Dus dat komt nog. Maar met dat gegeven is van ringtoets is in principe de registratietool voor al je toetsingen, al je toetsporen en toetsen. Als daar de naamgeving nog niet helemaal goed is, is dat niet handig om bijvoorbeeld in de assemblage tool dergelijke gegevens op te slaan. Want als je dat elke keer moet wijzigen in een ringtoets, ja, dan moet je elke keer die mapping erbij houden. En op dit moment staan daar onvoldoende mogelijkheden in ringtoets om dat voldoende gestructureerd te kunnen doen. Doe dat dus in de assemblage tool. En als je klaar bent met de assemblage, want dat hele toetsproces is iteratief, vul dan daarna de gegevens in ringtoets in. Dan heb je dat op beide plekken toch gelijk aan elkaar. En heb je iets minder werk aan het hele registreren. Dit is tijdelijk, hè? Moet je dan ook iedereen in ringtoets? Als je in de assemblage tool alles hebt staan, dan weet je dat toch ook? Ja, maar uiteindelijk, we willen het op beide plekken hebben. Kijk, de officiële lijn is dat we alles in ringtoets registreren en rapporteren. Want ringtoets, het hele bestand van ringtoets, wordt ook bij het waterveiligheidsportaal aangeboden. Dus daar moet het ook in komen te staan. Het is nu een tijdelijke situatie dat we een aparte assemblage tool hebben. Dat daar dus die resultaten naar het assemblage tool gezet moeten worden. Die moeten ook gelijk aan elkaar zijn. Maar omdat nu in ringtoets de termen nog niet gelijk aan elkaar zijn, of nog niet gelijk aan hetgeen wat in bijlage 3 staat, is het gewoon onhandig om dat nu daar al in te registreren. Kan dat dan heel makkelijk, of moet je dat handmatig gaan doen? Dat is dus handmatig, dus vandaar ook de workaround om nu in assemblage tool bij te houden en dat later terug te brengen naar ringtoets. En dat kan ook alleen maar voor natuurlijk de toetsporen die niet in ringtoets worden berekend. De toetsporen die wel in ringtoets worden berekend, hè, dus de kunstwerken, gas, erosie, kruin, binnenvloed en piping, dat wordt in ringtoets berekend. Ja, daar volgt het resultaat natuurlijk automatisch uit ringtoets, dus die zou je sowieso over moeten nemen. Maar voor al die andere toetsporen, dus die andere 20 toetsporen, ja, is het
misschien verstandiger om dat in de assemblagetool te registreren en later gelijk te laten trekken met ringtoets. Een ander aspect is, wat we vanochtend nog niet hadden benoemd, is dat er bij toetsen op maat, toetsen op maat is in feite qua methodiek vrij, zolang het onderbouwd is. Maar doordat het feit dat we het willen assembleren of willen kunnen assembleren, is het natuurlijk wel zo dat we bij de toetsspoorgroepen 1 en 2, waar we uitgaan van faalkansen, dat er uit zo'n toets op maat een faalkans komt. Als er geen faalkans uitkomt, dan kunnen we het namelijk niet assembleren. Want we werken met die faalkansen. Dat is een aandachtspunt. Dat kan nog wel eens zo zijn dat je bepaalde methodieken die je voor toets op maat bedacht, dat je daar nog wel even moet nadenken hoe je van een bepaald oordeel naar een faalkans toe gaat. Dit hebben we vanochtend ook al meegemaakt. We komen uiteindelijk bij het veiligheidsoordeel. Je krijgt het overzicht van de toetsporen en het resultaat van. Daar waar er niet meegenomen staat, ja, dat is toch even. Waarom heb je die niet meegenomen? Heb je niet iets gemist? En er zit in de tool niet een verificatie in van alle toetsporen zijn meegenomen, want het hoeft namelijk niet. Stel dat je een dijktraject toets, ja, dan heb je niet per se duinen. Dus ja, die blijft dan ook niet meegenomen staan. Maar dat is wel een aandachtspunt. Als je dat hebt, dan ben je nog niet helemaal klaar. Het kan heel simpel zijn dat je hem gewoon aan moet zetten, maar het kan ook net iets meer zijn. Nou, wat ik net ook zei over nog geen oordeel bij indirecte faalmechanismen, die staan daaronder. Als daar ergens een nog geen oordeel staat, ja, dan kan je hier wel een veiligheidsoordeel opbreken. En hier allemaal gegevens hebben, alle toetsporen hebben meegenomen, maar dan ben je eigenlijk nog niet klaar. Let daar zelf op bij het gebruiken van de assemblagetool. We hebben één, even kijken hoor, de eerste bovenste maar. Wat ik net ook aangaf, bij het herverdelen van de faalkansruimtefactoren uit groep 3, betekent in feite dat je resultaat, wat je hebt ingegeven bij de gedetailleerde toets per vak, dat die in feite niet geldig zijn. Dan zou je eigenlijk die berekeningen opnieuw moeten uitvoeren. Het wijzigen van de faalkansruimtefactor is in feite een toets op maat. En bij een toets op maat moet je alle vakken in feite opnieuw voorzien van een toetsoordeel. Bij één toetspoor, kunstwerken, betrouwbaarheid sluiten, is het lengte-effect afhankelijk van het aantal kunstwerken wat in een traject aanwezig is. Dus heb je meerdere kunstwerken, dan is het lengte-effectfactor groter. Nou, door de verwevenheid daarvan was het niet mogelijk om in de tool daar een automatische berekende default veiligheidsfactor eruit te krijgen. Dus daar moet je sowieso checken of die lengte-effectfactor goed is. Wat hij wel aangeeft in de opmerking is wat gegeven het aantal kunstwerken wat de startwaarde zou moeten zijn. Maar hij staat standaard op 1. Dus stel dat je meer dan 1 kunstwerk hebt in het traject, dan zou je het echt al moeten wijzigen. Je ziet het ook, ja, hij is dan ook geel. Hij geeft ook aan dat dat niet gelijk is aan de defaultwaarde. Nou, dit zijn een aantal dingen die we eruit hebben gelicht. Wat ik in het begin ook aangaf, er is een handleiding waar nog veel meer in staat. Er is de eerste sheet geeft ook instructies van hoe en wat. Er zijn ook factsheets en in het voorbeeldenboek worden ook een aantal voorbeelden nog gegeven met betrekking tot assemblage. Dus als jullie met de assemblage tool en het assembleren aan de gang gaan, kijk ook naar de andere bronnen om te kijken of er niet bepaalde situaties zijn die van toepassing zijn bij jullie. Nog één dingetje bespreken voordat we aan de case beginnen. Dat is het stuk wat eindigt nu bij de assemblage tool. En Hans zal vanmiddag, aan het eind van de middag, nog iets stellen over de rapportage. Nou, we doen heel die assemblage. Daar gaat in ieder geval één ding gaat daarover, dus het veiligheidsoordeel. Maar ook wat we net aangeven, de duiding. Die duiding van die veiligheidsoordeel, dat kan dus met dat gevoeligheidsanalyse. Maar ook op basis van deze overzichten. Dit geeft al aan, als we het net niet te zien, uiteindelijk een veiligheidsoordeel hebben van D,
Nou, hoe die dan is opgebouwd. Blijkbaar betreft het alleen de geotechnische toetsporen, macrostabiliteit en piping. En die andere zijn blijkbaar toch niet zo slecht wat je veiligheidsoordeel doet vermoeden. Nou, dit was stap 2, hè, dus je veiligheidsoordeel. Datzelfde hebben we ook voor stap 3, hè, dus het veiligheidsoordeel in de verschillende vakken. Dit geeft ook een overzicht van, wat zijn dan de slecht scorende vakken? Je ziet daar sowieso rood en grijs. Hè, dus dat zijn dan de slecht scorende vakken. Je hebt hier ook nog wat. Maar overal, een heel groot deel, voldoet toch aan de toetsporen en aan de toetsing. En bij kunstwerken, omdat we daar niet met vakken werken, maar met op locatie, heb je eenzelfde tabel. En dat levert dan voor de kunstwerken ook een idee op welke kunstwerken zijn nou, leveren nou uiteindelijk het veiliger, of een negatieve bijdrage aan het veiligheidsoordeel. Je had net gezien dat het allemaal tabellen zijn. We hebben ook in het begin gezien van in ringtoets wordt het ruimtelijk weergegeven. Nou, dat ruimtelijke kunnen we eigenlijk ook weer terugbrengen naar het GIS door bijvoorbeeld de toetsoordelen weer terug te brengen naar je vakindeling in de shape. En dan kan je plaatjes in feite maken met op verschillende vakindelingen het toetsoordeel. En dat geeft ruimtelijk dan ook een bepaald beeld van waar dan de keringen wel of niet voldoen. Dit is dan voor macrostabiliteit binnenwaarts, maar zo zou je voor in principe alle toetsporen en dan over elkaar heen leggend een ruimtelijk beeld kunnen krijgen van waar gebeurt er wat. En het mooie is natuurlijk dat je daar andere ruimtelijke informatie in kan combineren. Dan weet je van, dat zit daar, dat zit dichtbij, misschien dichtbij een stad of dichtbij een weiland. Het kan ook informatie geven voor het stukje duiding in je reportage. Nou, die indirecte toetsporen, net al over gehad. Deze moeten allemaal op een bepaalde manier sowieso in de beoordeling mee worden genomen. Ze zijn dan wel niet relevant of dan wel meegenomen in directe toetsporen. Wat je hier niet uithaalt is bij welke directe sporen een indirect spoor is meegenomen. Je ziet hier bijvoorbeeld, ik noem maar bebouwing, dat is bij een toets op maat is dat goedgekeurd. Je weet niet waar dat dan aan ligt. Is dat verdisconteerd of is dat op een andere manier bepaald dat dat uiteindelijk geen effect heeft op de toetsing? En dat is bij het, hoe zou ik zeggen, het beoordelen wel van belang dat je bij je rapportage of bij je logboek dat wel bij te houden. Dat ga je niet uit de assemblage tool halen. Wat wel bij de assemblage tool wordt meegegeven zijn in feite de op de verschillende vakken wat het effect is van de indirecte toetsporen. De sterretjes zijn in feite de vakken met indirecte toetsporen die verdisconteerd zijn in de directe toetsporen. Zijn niet verwaarloosbaar, maar die zijn uiteindelijk verwerkt in de directe toetsporen. Je ziet alleen niet in bij welke toetsporen. Bij welke directe toetsporen het verwerkt is. Dat moet volgen uit de rapportage dan wel uit de logboek. Dus let daarop dat die gegevens ook ergens anders bewaard wordt. Nou, we hadden net ook in het begin gehad van de kunstwerken zijn in principe als punten gedefinieerd. Hè, dus anders dan de vakken. Daar moet je al rekening mee houden. En waar we net ook al over gehad, hè, die langsconstructies. Die staan in het mooie rijtje met kunstwerken. Maar die hebben een bepaalde lengte. Dus eigenlijk zou je ze moeten vergelijken met de resultaten, het liefst ruimtelijk, hè, met de resultaten van je dijkvakken. Want mogelijkerwijs liggen ze daar gewoon over elkaar heen. En ze worden in de assemblage tool als punt gedefinieerd. Maar ruimtelijk gezien zijn ze natuurlijk, hebben ze een bepaalde lengte. En dat kan best overlappend zijn met bepaalde toetsporenvakken. Dat is een aandachtspuntje. Samenvattend, dit waren de dingen die wij hebben. We komen zo op de vraag van wat jullie nog willen zien. Vanochtend hebben we gezien wat de regels zijn.
met betrekking tot assembleren. Hoe doen we de assemblage? Hoe dat is verwerkt in de assemblage tool. Daar hebben jullie zelf ook mee gespeeld. Hoe komen we van het toetsresultaat naar een assemblageoordeel? We hebben gekeken van wat we kunnen doen qua gevoeligheidsoordeel of gevoeligheidsanalyse. Daar gaan we in de case zo meteen nog dieper op in. Wat aandachtspunten en het verhaal van wat kan je uit assemblage tool qua overzicht en informatie halen voor zo meteen de rapportage en duiding aan de rapportage. Dus dat is de hele lijn van het verhaal. En nu zijn jullie weer aan de beurt. Hebben jullie nog onderwerpen? Ik kijk even naar het bord als eerste. Het wijzigen van normtrek, hebben we al gehad. Hè? Dat zit niet in deze tool. Dat is een keuze geweest. Maar er werd ook gezegd van, het is een Excel tool, hij is wel beveiligd. Maar als je per se die gevoeligheid erin wil... Maar officieel, hè, als je rapporteert, is dat niet de versie die je dan kan rapporteren. Faalkansruimte herverdelen, hebben we net over gehad. In de case gaan we zo meteen nog op in. Wat te doen bij de paarse categorie? Ik zit even twijfel of ik daar wat laat zien. Ik laat daar denk ik even wat zien. Kan ik deze wel vernemen? Als we kijken naar de paarse categorie, ik neem maar even maagstabiliteit binnenwaarts. Oh, deze is nog niet ingevuld. Wacht even, iets minder handig. De paarse vakken die we hier zien, bijvoorbeeld bij maagstabiliteit binnenwaarts. Zullen jullie vragen, als jullie vragen zijn, ik behandel deze en dan mogen jullie je vragen stellen. Kan dat nog even? Dat is een vraag vanuit Harm in geval over die paarse vakken. Die paarse vakken, wat je ziet op vakniveau, bijvoorbeeld bij maagstabiliteit binnenwaarts, is dat je ziet dat die grenzen, tussen de bovengrens van het betreffende vak en ondergrens, dat daar bijvoorbeeld een factor, het is de 1000 zelfs tussen zit. Hè? Dat is een behoorlijk grote vak. En Ferdinand heeft aangegeven, die paars vak die heeft geen directe relatie met het veiligheidsoordeel op trajectniveau. Dus dat kan een probleem zijn, want alles wat hier invalt, weet ik niet direct of die wel of niet voldoet. Maar... zeker bij macrostabiliteit en piping is het zo dat we werken met faalkansen. En bij die faalkansen, zoals u hier ziet aangegeven, je ziet hier allemaal die paarse vakken. Dat kan bijvoorbeeld een probleem zijn. Maar omdat we werken met faalkansen en het assembleren ook werken met faalkansen, dus hier staat wel zwaar een paars vak, maar we werken uiteindelijk bij het optellen, dus het assembleren met de faalkansen zelf, levert dat toch geen probleem op. In dit geval wordt het onvoldoende, maar stel dat die zeer slechte vakken niet aanwezig zijn. Ik wijzig bijvoorbeeld dit even. 9. In principe allemaal paars. Blijft nog steeds slecht. Ja, het zijn iets te veel slechte vakken volgens mij. Ah ja. Oh, je had het al gedaan. Mijn punt is eigenlijk dat je kan straks een hele hoop paarse of grijze vakken hebben. Mm-hmm. Dat die toch als onvoldoende op trajectniveau in de boek staat. Hoe ga je daar dan duiding aan geven? Want je hebt eigenlijk geen idee. Binnen al die grijze vakken weet je alleen op basis van het oordeel. Hè? Nog niet kijken naar de faalkans. Waar kan ik dan het beste iets gaan doen? Omdat dat zo'n groot gebied is. Oké, maar dat is een ander... Ik begin eens met het eerste. Wat levert dat op voor je veiligheid? In feite wordt het meegenomen in de faalkans. Dus
het kan best zo zijn. In dit geval zijn er heel veel die eindigen op categorie 4, waardoor op trajectniveau toch op categorie 5 uitkomen. Maar stel dat dat maar een paar was geweest, dan zou je toch nog uit kunnen komen op categorie 3. Omdat de vakken die beter scoren, meer ruimte opleveren, in uiteindelijk de faalkans op trajectniveau. Nou, ik probeer het toch even voor elkaar te krijgen om... Het is... De vraag is niet alleen voor deze categorie, waarin dan wel faalkansen zijn, maar je hebt ook andere categorieën waarin je dus toch inderdaad... Nee, in principe dus bij alle toetsporen waar we met faalkansen werken, kan dit het geval zijn. Dan hebben we nog meer, hè. Dan hebben we de groepen 1 en groep 2 zijn in feite afgedekt. Dan hebben we nog groep 3, bijvoorbeeld zo'n asfaltbekleding. Daar zou je ook kunnen komen in zo'n grijs vak. Hè. Dat wordt zelfs aangegeven van dat je daar op moet toetsen als zijnde workaround. Waardoor je dus bepaalt, het is onvoldoende, dus het is klasse 4. Of het is voldoet wel, dus dat voldoet hij aan die 4. Maar waarschijnlijk zal het zo zijn dat je daar meerdere vakken in categorie 4 hebt. Of misschien wel vakken hebt in categorie 5. En omdat hier de slechtste vak geldt, het wordt niet opgeteld als het ware, is het even vragen of je dat nog helemaal uit moet zoeken. Want uiteindelijk leidt bij een set met resultaten van vakken, een aantal die zullen voldoen aan 4, een aantal zullen voldoen aan 5. Omdat het slechtste leidt, zou je dan toch op 5 uitkomen. Hoezeer zou je dan die categorie 4 nog verder uit moeten halen? Voor je ruimte beeld zou je misschien interessant. Ja. Precies, nou, dat zou het enige zijn. Of je komt allemaal in categorie 4, dan is het de vraag van hoe groot is die invloed? En dat is de vraag van, ga ik nog verder uitzoeken of niet? Maar voor je... veiligheidsoordeel is het effect, hè? Met name hadden we besproken bij de grondmechanische sporen, dat het vak, of in ieder geval die categorie, behoorlijk groot kan zijn. Dat wordt in feite gecompenseerd omdat we met faalkansen rekenen. En als we kijken naar groep 4 en groep 5, en 5 indirect doen we sowieso niks mee, in groep 4 kunnen ze in feite niet in groep 4, categorie 4 terechtkomen. Dus dit is een beetje de situatie. Alleen in categorie 3 heb je te maken met vakken die in 4 kunnen vallen. En daar met de beperkte lengte-effectfactoren. Want die zijn meestal 2 tot 3. Dit is zelfs 20. Nee. Zal het relatief beperkt blijven. Qua invloed. Ik kijk in ieder geval naar haar, maar ook voor anderen. Is het eens duidelijk wat het effect van die categorie 4 is? Ja, hoe zie je? En jij gaf ook nog aan van, als we die toetsing hebben, dat stukje duiding in het ruimtelijke. Ja, dat is dan even de vraag van hoe je daarmee omgaat. Je hebt dan een heel trits met categorie 4, terwijl je een bepaald veiligheidsoordeel hebt. Ja, wat ga je daaraan doen? Wat kan je daar... daar kan je op dit moment niet zoveel... Ja. Zijn er nog andere vragen? Net werd al onderling bepaalde dingen besproken, maar misschien is het iets om met een grote groep te delen. Nee? Oh. Alle gave randjes die je vlotte bij gedacht hadden, al tijdens de oefening heen zijn gekomen, dit is een mooi moment. Of ze alles nu daar. Ja, kijk, als alles nu duidelijk is, dan gaan we met de tweede case aan de slag. Die kunstwerken worden totaal apart geoordeeld. Die doen niet mee in assemblage van de strekking. Jawel, die doen wel mee in de strekking. Alleen bij... dan pak ik die andere weer erbij. Dus als we kijken naar het veiligheidsoordeel, dan zien we hier, als hij klaar is met berekenen. Oh. Ja, hier.
Dan zie je ook de kunstwerken erin staan. Die worden daar dus in meegenomen, hè, als er bijvoorbeeld een groep 1 is, in meegenomen in het assemblageresultaat. En daarmee ook in het veiligheidsoordeel. Maar bij het vakoordeel staan zij er niet bij. En je ziet alle vakoordelen gecombineerd. Zij staan apart in die kunstwerkoordeel. De tab ernaast. Of de, het werktab ernaast. Dat klopt, dus die worden ook gecombineerd hier, dus bij het veiligheidsoordeel. Die hou je apart van het vak? Ja, bij het bekijken van de vakken zelf worden ze in feite apart bekeken. Dus hier worden ze, je ziet ook dat er faalkansen uitkomen, die faalkansen worden meegenomen. En, dat leidt uiteindelijk tot een faalkans voor groep 1 en 2, nou, van 1,07 tot min 1, dus, vrij groot. Dus vandaar ook ruim onvoldoende, D. Dus het zit in het veiligheidsoordeel, maar bij het overzicht, het ruimtelijk overzicht, zijn ze dus apart meegenomen ten opzichte van de vak. Maar als je dat weer terugbrengt in een giskaartje of iets dergelijks, ja, dan kan je het overzicht gewoon weer zien. Maar als je nou een onvoldoende kunstwerk hebt in een voldoende normproject, dat wordt los van elkaar beschouwd? Nee, wat ik aangeef, ze worden dus samen meegenomen. Hè. Alle toetspoorgroepen 1 en 2 met een faalkans worden bij elkaar opgeteld en leiden in dit geval tot een categorie D op trajectniveau. Voor toetspoorgroepen 1 en 2. Die worden gecombineerd met de toetspoorgroepen 3 en 4, die een C hebben. En nou ja, de slechtste, dus die D, is het veiligheidsoordeel.